Nou, leuk dat jullie allemaal kijken. We willen een nieuwe Lawsense Coyote Live vandaag. Een leuke zaak. Voorbereiding op het Subarashi Coyote Event. Nou, we zijn zo goed als klaar. De paarden worden op dit moment gevuld met water. We hebben het Green Dragon Tour in de promotie. We hebben wat testverpakkingen op gang. Een kleine verpakking, zeg maar, een grote verpakking. Uiteraard goodie bags. Voor iedere bezoeker een goodie bag. Met daarin kortingsborden, een mooie poster die we hebben laten maken. Daar kom ik later op terug. En voor de aandacht natuurlijk de kalenders die we weg gingen geven. Dat waren er nog 5. Nou, bij deze waren een lijstje van een aantal mensen die hadden gereageerd op onze YouTube filmpjes. Die eerste kalender gaat naar Eva Boekers. Dan gaat de tweede, die gaat naar Harold Golbach. Dat is nummer 2. Dan hebben we Margriet van Assen, is nummer 3. Dan hebben we hier Ricky Gast, 19, nummer 4. En Koi Roy, nummer 5. Dus jullie kunnen hier ook tweede Pinksterdag jullie kalender ophalen. Deze keer gaan we de kalenders niet opsturen. Je moet echt hier komen om de kalender op te halen. Die andere 5 die zitten bij de opgroeivissen. Die zitten ook ja, van het weekend in het vat, zeg maar, om te bezien. Die zijn allemaal verkocht. Direct na het weekend gaan de vissen naar buiten. De grote 5 daarvoor is helemaal klaar, helemaal voorbereid. Dus alle vissen voor de opgroei gaan daarna naar buiten. Dus nog kunnen we eens een kijkje nemen. Kleine ja, dankwoord, zeg maar, moeten we wel even doen. Ere wie ere toekomt. Een klant van ons heeft deze mooie posters op hele korte termijn nog weten te drukken. Dus Jan Menema van Menema Drukkerij, erg bedankt. En we komen zeker terug. Vaste klant van ons, maar ook voor de Koi Show en andere posters zullen bij deze goede drukkerij weg gaan komen. Dat is helemaal top. Die heeft het mede mogelijk gemaakt. Dus iedereen krijgt een mooie poster in de goodie bags. Er zit van alles in, voor ieder wat wil, zou waar zeggen. Dus en dan zijn we hier de eerste paarden aan het spullen. Hier komen dan de vissen in van het laatste shipment. Allemaal een beetje apart, wat vissen uitgelift, de rest zit natuurlijk achterin. En we zien de paarden met speciale tassen die we uit hebben geselecteerd, die komen hier ook weer te staan. Dus hoogwaardige tassen, wil je nog een tassen voor de opgeroepbak, is het van die kant natuurlijk ook uit de meeste mogelijkheid. En ik heb al vers 4 vissen erin gezet. Misschien wel leuk om te zien. Deze komen uit de opgroei. Deze hebben nu 4 maanden warm gezeten onder de voerautomaat. Ze zijn gemiddeld 45 tot 48 centimeter. De gromo is het grootste. Ze zijn goedkoop gepeest. Je ziet zoals de Showa achter dat secondary hier, zeg maar. Zitten vanaf 125 tot en met €300. Dus scherp geprijsd, maar het is gewoon leuk, zeg maar. Als je wat grotere vis wil, ook daar hebben we aan gedacht. Dus, maar kortom, alle vaatjes zullen straks gevuld worden. We hebben achter een groot vaat staan, uiteraard. Daar komen de grote vissen in. En ja, ik zou zeggen, bedankt voor het kijken en zie jullie allemaal tweede Pinksterdag.